De bouw van het nieuwe sportcentrum in Afferden verloopt goed op schema. Vandaag kregen we alvast een kijkje bij het nieuwe complex. Nou, een goed fundament is natuurlijk erg belangrijk voor alles wat erop komt. En nu zie je in één keer dat we de hoogte in gaan. En nu zie je echt het gebouw. En verder in het nieuws vandaag. Station Nijmegen heeft een nieuwe stationspiano. En Park Lingenzegen wordt weer volop in kleur gezet. Het gaat goed met de bouw van het nieuwe sportcentrum De Gele Berg in Afferden. Het fundament van het gebouw is af en alles verloopt volgens plan. De lokale pers kreeg woensdag alvast een voorproefje van het nieuwe sportcomplex. Begin volgend jaar moet die worden opgeleverd. Het nieuwe sportcentrum De Gele Berg in Afferden. In september jongstleden sloeg wethouder Brink op symbolische wijze de eerste paal van het project. Sindsdien wordt er hard gewerkt om de deadline van eind januari te halen. Nou, zoals je ziet gaan we de hoogte in en loopt alles op planning. Kijk, als wethouder ben ik natuurlijk ontzettend tevreden met hoe de vlag er nu voor hangt. De eerste 6 maanden zie je dat het nog een beetje uit de grond moet komen. Nou, een goed fundament is natuurlijk erg belangrijk voor alles wat erop komt. En nu zie je in één keer dat we de hoogte in gaan. En nu zie je echt het gebouw. Eerst was de Gele Berg alleen een zwembad, maar vanwege veroudering is besloten om een geheel nieuw sportcomplex te bouwen dat ook de huidige sporthal De Heuvel in het centrum vervangt. En, niet onbelangrijk, het nieuwe sportcentrum is duurzaam. Omdat je voldoet aan de isolatiewaardes van deze tijd, dat wij niet meer op gas stoken, maar met warmtepompen werken. En daardoor, de materialen die we toepassen, die altijd minimaal 40, 50 jaar meegaan. Dus daardoor heb je een duurzame sportaccommodatie. Het is een bank, hè, bijna energie-neutraal. Sterker nog, er zijn nog wat aanpassingen waardoor het bank plus gaat worden. Dat is nog meer bijna energie-neutraal. Ja, het is gasloos. Als je dat vergelijkt met gebouwen van zoals het oude zwembad, ja, waar de energie eigenlijk uitvliegt door het dak. Ja, zul je hier zien dat het allemaal state-of-the-art is, modern, gasloos. Ja, dat is natuurlijk niet meer te vergelijken met oude gebouwen. Onlangs tekende de gemeente samen met Optisport PV een exploitatie- en huurcontract. Maar dat betekent niet dat de gemeente geen vinger in de pap meer heeft. Ja, de gemeente is natuurlijk eigenaar van het gebouw, is ook opdrachtgever. En we hebben natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid als gemeente om sportvoorzieningen te maken en te behouden. We hebben besloten als gemeente om de exploitatie om die uit te besteden. Nou, er is een inschrijving voor geweest, daar is Optisport is daar uitgekomen. Die weet hoe het gebouw eruit gaat zien. En die gaan natuurlijk met personeel, met de wijze waarop ze de exploitatie in gang willen zitten, zijn ze nu druk aan de gang. Ja. Dus ja, voeren nu gesprekken met verenigingen, met het personeel, et cetera, om straks... Ook op het moment dat ze beginnen, in januari 24, dat je ook meteen helemaal adequaat en goed aan de slag kunt. Sommigen kunnen de klanken van Amélie niet meer horen. Anderen vinden de pianoklanken op treinstations inmiddels bij het meubilair horen. Helaas liet de stationspiano op station Nijmegen het onlangs afweten. Hij was onherstelbaar beschadigd. Vanochtend werd er daarom een gloednieuw exemplaar geplaatst. De vorige piano werd 1,5 jaar geleden gedoneerd door feestzanger Benny Solo, nadat de piano daarvoor was vernield. Inmiddels had ook deze zijn beste tijd gehad. Er zijn heel veel toetsen stuk en inwendig zeg maar de stemknoppen zeg maar, die de snaren moeten bedienen, die zijn ook niet meer helemaal te repareren. Gelukkig is er dus een nieuw exemplaar gevonden. Hoewel dat natuurlijk niet zo'n eigen karakter heeft als het instrument van Benny Solo. Deze is heel uniek. Zo een hebben we er landelijk niet. Maar we hebben gelukkig beschikking over andere soorten piano die evengoed ook heel mooi kan functioneren. Dus degene die komt, die zal niet qua uitstraling net zo mooi uitzien. Maar het geluid zal zeker zo mooi zijn ook. Toch is het volgens Brookman wel belangrijk dat er een piano op het station aanwezig blijft. Het zorgt heel erg voor verbinding. Hè? Als je als reiziger hier het station binnenkomt 's ochtends, dan hoor je vaak al wat mooie klanken. Of, als je inderdaad 's middags weer terug gaat naar huis, dan word je begeleid met een vrolijk deuntje. Voor ondernemers is het ook leuk. Het is gewoon soms met concerten. Hè? Dan gaan mensen spontaan met andere instrumenten ook een soort concertje ervan van maken. En dat zorgt erg veel voor verbinding.
Om de nieuwe piano officieel in te wijden, was de 11-jarige Lasse aanwezig die pianoles volgt in de Nijmeegse Lindenberg. Hoe vond je het om op deze nieuwe piano te spelen? Heel leuk en ook wel een beetje spannend. Hij speelt wel anders dan mijn eigen piano thuis, maar ik vind alle pianos lekker spelen. Voor wie toch geen afscheid kan nemen van de oude piano, is er goed nieuws. Deze krijgt namelijk een nieuwe locatie waar hij voorlopig gewoon te bezoeken blijft. De oude piano schenken wij aan het Spoorwegmuseum. Die had daar heel erg interesse in. Juist omdat het een heel uniek exemplaar is. Zo'n mooie als hier met heel veel kunst hebben we eigenlijk nergens. En dat willen we graag behouden. Dus wat dat betreft krijgt het een tweede leven. En kunnen de reizigers, als ze naar het Spoorwegmuseum gaan, hem daar bewonderen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. De kleur zwart is verboden en verder moet het een mengelmoes van kleur worden. In Park Lingenzegen is vanochtend de Colorfield Performance weer van start gegaan. Krakersgroep Nijmeegchantine, die sinds een aantal dagen in het pand boven de Levi's winkel in het centrum van Nijmegen verblijft, mag er voorlopig blijven. Dat laat de groep weten aan RN7. Naar verwachting blijven er 3 of 4 krakers wonen. De krakers zijn verder van plan om een atelier te starten en willen eventueel vluchtelingen opvangen. Dan de socials. Het Radboud UMC laat weten dat de sloop van de oude hoofdingang gestaag verloopt. Om eventuele overlast te voorkomen, wordt het puin hiervan in de kelders gestort. Pas in de laatste fase zal dit via de achterzijde worden afgevoerd. Gemeente Beuningen laat weten dat er een nieuw ommetje is uitgebracht, een bepaalde wandelroute. Dit ommetje loopt tussen de Van Heemstraweg en de Waal in Beuningen. Onderweg kom je monumentale panden tegen en loop je over de dijk. En gemeente Wijchen attendeert inwoners nog eens op de actie tijdens de groenmarkt van 13 mei. Om inwoners te stimuleren meer groen in hun tuinen te plaatsen, kunnen zij op deze markt tegels uit hun tuin inleveren. Per tegel krijg je er dan een plantje voor terug. Binnen- en buitenlandse kunstenaars zijn begonnen aan de Colorfield Performance en gaan er weer alles aan doen om Park Lingenzegen in kleur te zetten. Na het succes van 2021 wordt het dit jaar dunnetjes overgedaan. Vanochtend werden de eerste penseelstreken gezet. We zijn in Park Lingenzegen op het evenemententerrein. En daar is een tijdelijk kunstwerk wordt daar gemaakt. En het heet de Colorfield Performance. En het wordt gemaakt door zo'n 450 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De kunstenaars die het verste hier vandaan komen, komen uit Nieuw-Zeeland. Het zegt iets over de uniciteit van dit project. Heel veel kunstenaars kunnen nooit meedoen met een internationaal project. En hier kan dat wel bij. Omdat door een hele hoop kunstenaars een totaal kunstwerk wordt gemaakt. Ook van een landaardproject. Een landaardproject, het verhoudt zich op een bepaalde manier tot het landschap. En hier kunnen de kunstenaars gewoon een individuele invulling geven. Wat vanuit henzelf komt. De enige restrictie is dat ze niet met zwart mogen werken. En de schilderij moet in 1 dag klaar. De kunstenaars hebben het erg naar hun zin. Ja, geweldig. We hebben perfect weer. We hebben 2 dagen heel mooi weer hier. Dus ja, dat draagt natuurlijk bij aan de ervaring. Lekker in de buitenlucht. Zo vaak komt dat natuurlijk niet voor. Meestal als kunstenaar ben je toch binnen huis aan het werk. In je atelier, in je eentje. En hier ben je natuurlijk niet alleen, maar met 8 verschillende kunstenaars. Heel veel vrijwilligers die meedoen met het project. Dus tussendoor, als je even een pauze neemt, heb je altijd even iemand om mee te kletsen. Ja, je kunt natuurlijk lekker buiten werken. Je bent met anderen. En het is in de buurt. Dat vond ik ook bijzonder. Een kunst, hoe noem je dat? Kunstmanifestatie. Ja, bij mij in de buurt. In mijn omgeving.
Zoveel verschillende kunstwerken bij elkaar is natuurlijk veel werk, maar het eindresultaat is dan wel heel bijzonder. Het einddoel hiervan is dat er, als je op een verhoging gaat staan, achter jou staat een steiger. En je gaat bijvoorbeeld op 21 juni kijken dat die schilderijen dicht bij elkaar staan, daar experimenteren we mee. Gaan interfereren, dat wil zeggen dat jij met je ogen niet meer soms kan zien of het blauw of groen of rood is. Dat vloeit in elkaar over. In 2021 was de Colorfield Performance ook al in Elst. Dat was toen een heel groot succes. Vandaar dat ze weer zijn teruggekeerd. Het is een project dat zo erg geslaagd is dat we op allerlei plekken in de wereld terecht kunnen. Er wordt nu gekeken in Zuid-Afrika of we in Kaapstad een project kunnen maken. We hadden een Keulen gekund. We zijn met Berlijn bezig. We kunnen alle kanten op. En dan nog het weer. Vandaag was het een prima dag wat het weer betreft. Veel zon en een graad of 15. Morgen wordt het ook weer een zonnige dag met temperaturen tussen de 20 en 21 graden. Het blijft droog. Pas later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Vanaf vrijdag verandert dit weerbeeld helaas. Het is dan iets minder warm, rond de 16 graden. En er kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Zaterdag kunnen er een paar lokale buien ontstaan, maar op veel plaatsen is het langere tijd droog met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt weer iets warmer, namelijk zo'n 20 graden. En tot zover het RN7 regionieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar B&B in Gelderland. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!